Vandaag hebben wij onze jaarlijkse tentoonstelling van siervogels. Het is ook gekoppeld aan een vogelbeurs die zondag voormiddag plaats heeft. We hebben momenteel een 37-tal deelnemers, een kleine 800 vogels. We zijn daar zeer content mee. De kampioenstitels die verspeeld worden zijn er 105. Er zijn er momenteel een 95-tal die afgegaan zijn. Er zijn zowel mensen van Baasroden, het Gentse, Zeelen, dus dat is niet echt Temsen alleen. Een kampioenstitel die kan je behalen als je vogel perfect voldoet aan de standaardeisen van de bond eigenlijk, van de KBOR. En dat is 92 punten. De ereprijzen, dat is 91 of 90 punten. Momenteel hebben wij een 60-tal leden, waaronder zowel provinciaal, nationaal, Europees en zelfs wereldkampioenen. Dus we hebben vorig jaar een wereldkampioen gehad. Herman Koos die heeft 3 maal goud gehaald op het WK. Leden van de club die krijgen elke maand het maandblad van de KBOF uit. Elke maand hebben wij ook een activiteit van een vergadering zonder spreker tot met spreker, een voordracht van alles en nog wat. Dan hebben we nog 2 andere activiteiten voor een beetje geld in het bakje te krijgen. Met name de rommelmarkt aan het kerkhof in Temse, de braderij in de Kouterstraat. Dan hebben wij ook nog elk jaar om de leden en de helpers een beetje te bedanken voor hun hulp, hebben wij ook nog een uitstap. Die had dus een deel betaald wordt door de club. Elke maand is er een vergadering voor de leden of niet-leden die wel geïnteresseerd zijn in zaal de Temsica, de Wilfertkaai in Temse. Iedereen is daar welkom. Contactpersoon Frank Heerboud, Hollebeek 44, 03771-0431. E-mail frank.heerboud@telenet.be. En iedereen is welkom.